Yo, sukkels. En doodverkrachte hoeren waar de maden uit de kut kruipen. Ik kom er dus net achter dat Daniel heeft zitten cheaten alweer. Anne? Oh, wat is dit? Een lopbunny, dat zit er stom bij. Hoe heb ik gecheat? Al die moeite voor een TM'tje. Wat? Ik dacht echt dat ik hier moest zijn. Heb ik die hele puzzel op een aflevering aan vernukt voor niks? Oh, zo heb ik gecheat dat ik met de goede kant op was gaan lopen. Nee, jij hebt gecheat omdat jij dus de vorige serie nog een keer hebt gekeken. En ik had toch koffie vergat te zetten. wacht even, Vorige serie heb ik ook echt iets van een paar maanden terug gezien of zo. Over 5, nice. Even duwen. Oh, en ik wil hem wel duwen hoor. Hoppa. Wel echt handig dat je koffie zet wanneer de serie net begint, trouwens met opnemen. Maar goed, hè? Ik zeg het. Yo, hey, welkom terug. Jij hebt dus die vorige serie gekeken, waardoor je nu weet waar je heen moet. Nee, want de vorige keer moest je die puzzel doen namelijk. Jongen, jij bent fucking slim. Niemand gelooft dat jij dat niet hebt onthouden, Daan. Hou je smoel, man. Ik zeg, de vorige keer moest je die puzzel doen om verder te komen. Dus het zal vast en zeker nog wel een keer moeten. Denk ik. Nou, dat denk ik dan ook. Maar ik vind alsnog dat je hebt zitten cheaten en ik daar gewoon niet gediend van ben, Daan. Hou er gewoon een keer mee op. Dat kan, dat mag. Waar de fuck ben ik? Moet ja, in elk geval niet. Waar de fuck moet ik langs? Oh, ik kan gewoon hier langs lopen, oké. Okay. Oh, ik wil wel even alles aan het rock smashen, want er wel iets leuks in zit. Daar zit niks in, nou ook leuk hoor. Nou goed, in elk geval, Daan, ik vergeef jou voor deze keer, maar volgende keer ben ik niet zo makkelijk. Zullen we dat afspreken? Nou, dat kan, dat mag. Koffie zit op. Oh! Pokémon Leafeon. Wat? Leafeon, dat is een gras-Pokémon. Ja, die is ook heel goed. Gebruik je vuur-Pokémon. Ja, dat is een goed idee. Hij doet het flash. Ik denk dat Rocky niet zo'n heel goed idee is hier. Tuurlijk wel, Rocky kan je ook gebruiken. Kan, maar die is ook wel een beetje van steen. Dus gras. Ja, maar het is ook een beetje een kwestie van durven, Daan. Klopt. Durf jij dit te doen? Ja. Ik durf Incinerate te gebruiken op Leafeon. Heel goed. Oh, hij heeft hem niet gewonnen. Dat is jammer. Maar nu gaat denk ik Klein Leo eraan. Dat is een bug volgens mij. Jammer. Wacht, is Solar Beam een vuuraanval? Nee, een grasaanval. Nou, dat is wel heel stom dan. Waarom zou hij dat dan nou weer doen? Maar bomber. Die kan je wel boosten met Sunny Day. Kleine Leo is weer geleveld. Nou, Cholibre is level 48. Black pig. Hatsaflats. Wil ik hierheen dan? Oh, waarom one-hit ik ze allemaal net niet? Echt daarom irritant. Moet ik hierheen gaan dan? Ik denk van wel. Oh ja, ik moest nog een draak-Pokémon vangen. Nou, een potion. Back! Die ga ik vangen. Ik heb een Mew gevonden. Een Mew? Ja, kan ik die evalueren naar Mewtwo of niet? Nee, dat niet, maar gebruik wel je Master Ball. Is Mew, even no joke, is Mew goed of niet? Is het een goede Pokémon om te... Is hij sterk? Oh. Gebruik je Master Ball voor de zekerheid. Is het niet sterk dus? Kan hij een aanval? Ja, Mew is al wel oké, niet de sterkste, maar... Het is niet zo geweldig. Ook zeker niet de zwakste. Maar ik kan hem niet evalueren dus. Dus nee, ik heb er eigenlijk niks aan. Nee, je hebt er niks aan. Jammer. Maar hij is wel heel cool. Hij staat wel goed op je cv. Als ik hem tegenkom dadelijk en hij is sparkling, dan ja, dan weet ik wel wat ik ermee doe, weet je wel. Nee, dat weet ik niet. Dan ga ik toch wel eventjes zeggen van nou, dan ga ik je wel vangen. Die shiny Plusle! Oh, vang hem. Nee, ik vind het echt een kut Pokémon. Oh, maar hij is wel shiny. Hij is wel shiny, maar het is niet mijn favoriet. Oh, oké. Okay. Dat is wel cool dat hier een Mew is, hoor. Oh, ik shiny, wat is deze dan? Shiny Ferret. Die ga ik niet vangen. Hè? What's up? Hè? Wat? Oh, ik zie het al. Nee, maar dat we hierin moeten gaan dan. Dat ging net de verkeerde kant op. Oh, wat is dit dan? Ik ben benieuwd. Oh, een shiny Rosalita of zo. Oh, je had gewoon gras-Pokémon. Ja,
Maar ja, nu ik weet dat er een draak en een Mewtwo in zit. Mewtwo niet? Ja, oké, okay, maar misschien is er wel een evolutieversie dan wel te vinden. Toch? Volgens mij ben ik er. Ja, oké. Okay. Ik moet nu even strength gebruiken om dingetjes te duwen. Oh, nog iets? Oh, hoeveel Pokémon zijn hier wel niet, man? Oeh, een Azumarilla. Als ik geen Krokobel had gehad, had ik deze wel gevangen, hoor. Jan Bill is een krokobil. Hap, hap van je krokodil. Wow, een beetje radicaal, dit taal. Ja, heeft een kleine... Bill. Oog. Kan ik hier niet gewoon fietsen? Ja, ik kan hier gewoon fietsen, joh. Ik kan hier binnen fietsen, Pik. What the fuck? Oh, ik denk dat ik hierheen moet gaan. Een Nidorina Shiny! Afvang hem. Kijk, hierheen moet gaan. Dan is ook maar hierheen. Ik ga runnen. Oh nee! Oh, is dat goed? Ja, pas wel. Kijk, het voordeel wat jij nu hebt is dat jij flink wat experience hebt zitten pakken. Ik heb niet heel veel experience gepakt. Maar... Oeh, Earthquake! Nice! Heb je Earthquake gevonden? Ja! Lekker, jong. Ik weet echt niet of ik goed ga. Oh, ik begin een cutscene. Ja, ik ga goed, Julio. Pring, pring. Hey, ik denk dat ik ook een goede kant op aan het gaan ben. Wie ga ik opzetten? Ik denk dat ik ga beginnen met... Miltank. Waar ben je nu bij? Ik denk dat ik er ben, maar ik heb dus geen masterball meer. Die heb ik dus op fucking Trico gebruikt waar ik nu heel veel spijt van heb. Maar dan heb je alleen spijt van dat je hem niet gebruikt hebt op die andere, toch? Nou ja, sowieso, Trico is best makkelijk te vangen. Dus ik had ook met Ultra Balls afgekund, maar ik had haast en de druk en zo. Ja, ja, begrijpelijk. Miltank! Maar hoe weet ik wie... Tegen wie moeten we vechten nu dan? Tegen de baas van Smegma of wat? Ja, tegen de baas van Smegma. Okay. En Aqua. Aqua. De Drypion. Dat klinkt best cool. Maar ik moet nu tegen de team Smegma baas vechten. Oh, lekker man. Maar hij heeft een Mega Evolutie bril op. Oh. Maar ik weet niet of hij dus Pokémon heeft die kunnen Mega Evolutioneren. Dat zou op zich wel handig zijn als dat zo als hij dat niet heeft, zeg maar. En mijn Metagross staat letterlijk op lava. Dat kan niet goed voor hem zijn. Is niet gezond, hè? Nee, joh. Payback? Payback? What the fuck? Wat is dat voor een aanval? Dit is echt... Oh, Magnitude 9. Dan moet wel even kunnen killen. Magnitude? Oh. Als je die tegen je kindertje aankrijgt, jongen. Dan heb je wel even geen knie meer. Hè. Ik hoop wel dat we zeg maar kunnen healen voordat we dat gevecht hebben. Nee, zeker niet. Het is alle... Oh, wacht even. Dit gaat fout. Het is allemaal in één keer door, jongen. Dat is een beetje jammer. Want ik weet niet meer hoe ik hier ben gekomen. En ik weet niet meer hoe ik hier, hier binnen ben gekomen. Dus. Oké, zal ik jou een klein tipje geven wat je nu kan doen? Ja. Je hebt als het goed zo'n escape rope in je inbox. Oké. Okay. In je bag, bedoel ik. Ja. Die kan je gebruiken en dan kom je bij het begin van... alles. Oké. Okay. Moesten we een puzzel doen? Doen. Moest je steen aan de kant duwen? Ja, ja, klopt, ja. Okay. Een Vaporeon! Vang hem! Dat kan ik echt doen. Maar dat ga ik niet doen. Vaporeon heeft wel hoge special defense, volgens mij. Ja, maar hij is wel maar level 33 en niet... Weet ik veel wat Krokobil is. Ja, maar... Krokobil, Vaporeon, weet je? Ik heb het volgens mij wel neukt. Heb ik het verneukt? Even kijken. Wow, waarom is hij net nu geparalyzed nu het niet uitkomt, weet je wel? Komt nooit uit, toch? Nee, ja, dat is waar. Ja, Metagross is ook een beetje het grapje van mijn team, zeg maar. Ah, oké. Nou, is niet echt aardig. Nee, dat zeg. Is mijn water-Pokémon, dus Poes. Dat is jouw beurt. Poes. Ik hou zo van poesjes. Ja, nice man. Daarom heb je ook een kaart dan natuurlijk. Huh, wat is dit? Een Poes? Ik heb een Poes, ja. Ze is heel lief. Ze heet Siva. Plussel, is dat... Dat is elektrisch, ja. Ben je het daar al? Wat? Of is dat een trainer puzzel? Dat was een wilde puzzel. What the fuck? Heb je die puzzel al opgelost? Ja, net gedaan. Hoe kan je dat zo snel doen? Ik ben er fucking hele aflevering mee bezig. Serieus? Ik ben eens plop, 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 klaar. Oh! Die ziet er wel cool uit, maar ik ga hem niet gebruiken. Een Pineco. Pineco, vang hem gewoon! Ja, met een Master Ball natuurlijk. Ja?
Even healen trouwens. Even super potions gebruiken. Okay, ik zal je eerlijk zeggen. Die Maxi of Moxie, die guy van de leader, zeg maar. Die is niet zo heel sterk. Oké, dat is mooi. Ik ben helemaal naar de binnenkant van de kerker te gaan, of wat? Ja, maar je moet nog eventjes zometeen wel even die gele gouden pokebal oppakken. Want daar zit, hoe heet het in, hè? Maar waar is een gele gouden pokebal dan? Ja, vlak voordat je naar Groudon toe gaat, zeg maar. Oh, kunnen we hem wel vangen deze keer? Ja, maar het is niet Groudon, hè? Hij is gerandomized. Ja, nee, oké, maar... Oh, ik heb Earthquake. Nou, is dat beter dan Magnitude? Earthquake, ja, sowieso, want Earthquake is altijd een bepaalde aanval. Ja, precies. En... Oké, praat lekker door mijn hele stem, zo goed weet dan. Doe dan, zeg toch gewoon. Nee, is gewoon ik zeg dat je slim bent, dat is goed. Oh, wat gebeurde? What the fuck? Rocky kan Earthquake? En Crocobel ook. Dan ga ik hem maar Rocky geven. Natuurlijk kan Rocky Earthquake, dat is toch een steen-Pokémon dipshit. Ja, maar Earthquake is toch ground, niet steen? Hetzelfde in principe. Oh, oké. Oh, nee. Oh. Oké. Hij heeft wel een Pokémon die kan Mega Evolve. Daniel Erik trouwens. Wat zeg je? Daniel Erik trouwens. Heb je toevallig een gras Pokémon? Nee. Oké. Hoezo? Ah. Ben je weer erin wrijven dat jij een gras Pokémon hebt of wat? Wat zeg je? Ben je erin wrijven dat jij een gras Pokémon hebt of wat? Dat sowieso. Heb je toevallig een grote lul? Nee. Oh. Ik ben wel een grote lul. Alleen niet nodig om die Mega Gyarados te pakken. Ik ben wel een grote lul. Ik heb wel een Master Ball, dus dan kan ik wel een Mega Gyarados vangen. Ja, dat zou ik zeker proberen. dat zou ik zeker proberen. Deze man, kan ook helemaal niks, hè. Je krijgt toch je bal terug, dus ik zou het best kunnen doen. Dus hij heeft deze 6? Ja, hij heeft er 6. Ja. Hoeveel heb je er al verslagen? 3? Ik ben klaar. Oh, lekker man. Oh shit man, ik ga inderdaad op lava staan. Dat is niet zo goed. Wat ben je nou weer aan het lachen man? Dat is wat ik ook zei, Leijer. Ja, daarom zei ik het zo. Zo super. Dat is wat ik het zei. Maar die was gewoon niet. Dat was niet echt al te moeilijk. Oh, Groudon komt tot leven. Ik ben zo benieuwd wat het is. Is dit een iPhone Pokémon? Oh, oké. Een iPhone Pokémon. Nou, het had gekund, want die heet Fione. Dus als je de i naar voren hebt, heb je een iPhone. Dus ik had verwacht dat... Ga je waarschijnlijk dat iFione noemen. Ik had verwacht dat die een telefoon... Oh jongen, doe normaal, pik. Ben ik weer bird. Hoeveel geluk kan je hebben, motherfucker? Echt vieze, vuile klootzak. Wow, Daan. Je bent gewoon boos, hoor. Nu ben ik echt gewoon boos. Wat is er aan de hand, jongen? Nu ben ik echt gewoon boos, hoor. Hey, jochie. Hey. Nu ben ik echt maatje, boos. Wat is er? Ja, ik heb die gewoon dood moeten maken, hoor. En hij was gewoon boos tegen mij aan het doen. Maatje, hey maat, rustig aan, jochie. Moet jij nodig zeggen? Met de afgelopen aflevering. Wat? Je staat ook wel eens voor, dus ben je ook weer eens een keer blij. Ja, nou, ik zeg het toch. Ik had echt heel slecht tegen mijn verlies daar. Nee, dat weet ik. Dat weet ik al heel lang. Ja. Ja, die vorige Ruby is toen helemaal nergens op. Die had je echt op het laatste moment, haalde je hem opeens in. Dat ging helemaal nergens over. Ja, was. Hij heeft die levitate. Waarom heeft alles levitate? Oké, die Groudon gaan we dus niet vangen. Hoezo niet? Ja, omdat hij opeens naar een stadje toe rent. Om dat stadje met de grond gelijk te maken. Wat een achterlijke debiel is het ook echt, hè. Ik ga gewoon Crocobel inzetten, ik vind het goed. Als ik kan leviteren, dan ga ik maar gewoon surfen. Zou surf wel werken hier trouwens? Ja, als je klaar bent met je, hoe heet het, met je af of met je gevecht, zullen we wel stoppen? Is goed, maar zou ik... werkt surf hier wel? Oh, gelukkig maar. Oef. Waarom zou surf niet werken? Ja, omdat er nogal veel lava hier is. En meestal werkt water niet, hè. Als er lava is. Beetje warm. Okie dokie. Bagel.
Weet je wat ik wel echt heel kut vind? En nee? Dat meen ik oprecht. Jij hebt een hele detour genomen. Jij gaat helemaal een andere kant op. Ik ga gelijk die puzzel doen, gelijk door. Oh, dus was wel de goede kant op gegaan. Wie, ikke? Ja. Ja, ik dacht het van niet, maar dat was dus wel. Oké. Okay. Maar wat is er dan zo kut aan? Het is gewoon oneerlijk, weet je. Hoezo is het oneerlijk? Dat ik de andere kant op ben gegaan en dat een... Dat jij wel in één keer goed... Of dat jij op een of andere manier een speedhack hebt of zo. Ik weet hoe je het doet. Of ik vond gewoon... Elke zaam! Oh. Daar moet een kleine Leo voor inzetten. Ik wou dat ik een elke zaam had. Oh, had ik me helemaal gevangen, man. Ik heb alleen nog steeds het gevoel dat ik gewoon geen moves kon of zo, dat ik gewoon niet kon aanvallen. Geef niet. Ik ga gauw door. Is goed. Ik laat je gewoon praten. Is goed, man. Hey, maar je gaat geen zelfmoord plegen, Stefan. Ik ga serieus, als jij wint, gewoon van een gebouw springen, ik zweer het je. Maakt me echt niks uit. Dan mag jij wel winnen. Ja, dat hoop ik voor je. Ja, dan zet ik mijn krokobil in, want die andere is dood, hè. Geen idee waar ik heen moet, maar volgens mij moet ik hier naar links. Okay, hier zijn stenen. Hier zijn overal stenen. Route 129. Dat zou zomaar goed kunnen zijn. Oh-oh. Dat is niet zo. Iedereen negeren, gewoon gaan, maakt niet uit. Hey. Dat is niet route 130. Dit is niet goed. Dit is verre van goed. Oh-oh. Maakt niet uit. Zeg je als je klaar bent trouwens? Of, ja, ik ben nu tegen een of andere rare Gyarados aan het vechten. Gyarados, sukkel. Nee, dat weet ik. Ik dat is je fucking Pokémon, weet je nog? Zou ik een Rocky inzetten? Ik ga het gewoon sowieso. Doen. Wat is slimmer om een grond-Pokémon tegen een water-Pokémon in te zetten? Maar hij is Rock, niet grond. Maar het gaat er meer om dat hij zeg maar een fight is toch goed tegen Dark, of niet? Ik denk van wel. Maar Gyarados is toch geen Dark Pokémon? Zeker wel. Hij is nu geen Flying meer, omdat hij... Waarom... Ja, hij is super effective, zie je. Hij zit er nu... Hij is nu donker-zwarte gedeeltes. Hoe dan? Wat? Oké, ik snap het leven niet meer. Wat? Hij is super evolved, en daarom is hij zwart geworden. Hey, goed gedaan. Wow, maar 1660 XP. Ah. Hey. Maxi is dood. Oké, nou, tot de volgende keer iedereen. Oh, oké.